Dit is deel 9 over de barok en we gaan door met het bespreken van de verschillende onderwerpen binnen de Hollandse schilderkunst. Wat nog niet besproken is van de thema's uit dit rijtje zijn de Vanitas stillevens en de zeegezichten. En dat gaan we in dit deel doen. Om te beginnen gaan we kijken naar de Vanitas stillevens. Het woord vanitas is Latijn en betekent ijdelheid en leegheid. We weten allemaal wel wat ongeveer een stilleven is in de schilderkunst. Dit is een voorbeeld van een stilleven. Een stilleven is een compositie van levenloze objecten. Door de eeuwen heen heel veel toegepast in de schilderkunst. Levenloze voorwerpen zijn voor een schilder altijd dankbare studieobjecten. Het beeld van een stilleven om na te schilderen blijft altijd dezelfde. Een vanitas stilleven is binnen de stillevens in de schilderkunst een speciale soort. Vanitas stillevens werden heel gangbaar in de periode van de Hollandse barok en ze hadden als doel de beschouwer aan te zetten tot een goed en godsdienstig leven. In een vanitas stilleven hebben de afgebeelde voorwerpen een symbolisch religieuze betekenis. Hebben een boodschap met betrekking tot eindigheid van leven en sporen de beschouwer aan tot een sober en matig leven. Een vanitas stilleven heeft altijd de boodschap van de vergankelijkheid van de mens en het leven en de materiële welvaart. Het zijn dus eigenlijk stillevensschilderijen met een bepaalde waarschuwing. In die zin kun je ze vergelijken met genreschilderijen. Op een 17e eeuws vanitas stilleven staan eigen zogenaamde vanitas symbolen afgebeeld. Die symbolen, dat zijn voorwerpen met die achterliggende religieuze boodschap. Het motto Memento Mori, gedenk te sterven, staat altijd centraal in de vanitas. Ik heb hier 4 meest gangbare 17e eeuwse vanitas-symbolen op een rijtje gezet. We gaan ze stuk voor stuk bekijken. Op plaatje 1 zie je een halfgeschilde citroen. Dit was een heel populair vanitas-symbool. Afgezien van de betekenis was het voor een 17e eeuwse schilder een uitdagend onderwerp om te schilderen. Een schilder kon hiermee echt zijn technische schilderskwaliteiten laten zien. De verschillende structuren en texturen in de schil en in het vruchtvlees waren een uitdaging. Een half afgeschilde citroen stond symbool voor de eindigheid van leven. Citroen was in de 17e eeuw kostbaar en exotisch fruit. De schil van de citroen staat voor de periode van leven. De verwijdering van de schil van het vruchtvlees staat symbool voor de scheiding van lichaam en geest. Dus het moment van de dood. Het tweede vanitas symbool is de zandloper. Die is niet zo moeilijk te begrijpen. Het zand loopt zolang er leven is. Het derde symbool is nog voor de hand liggender, de doodskop. Heel veel afgebeeld op 17e eeuwse vanitas schilderijen staat natuurlijk voor de dood, het gezicht van de dood. En dan het vierde vanitas symbool, een kandelaar met een kaars. Vaak zie je dat de kaars geen vlam heeft of dat de vlam net gedoofd is. Het doven van de vlam is symbool voor de dood. Je ziet dat alle symbolen op de een of andere manier met de dood te maken hebben. De boodschap van de vanitas stillevens in de 17e eeuw valt samen met de protestants-christelijke levensbeschouwing. Die levensbeschouwing was zwaar en streng. Een protestant mocht eigenlijk niet genieten van het leven hier en nu, maar moest zich, net als de middeleeuwse christen, richten op het leven na de dood.
En die Vanitas-stillevens met hun memento mori-boodschap moesten de Hollandse burgers daaraan herinneren. Vanitas-stillevens zijn dus eigenlijk de protestantse versie van religieuze kunst. De Hollanders hadden niet rijk versierde katholieke kerken, maar de protestantse boodschap van soberheid en memento mori werd uitgedragen door de Vanitas-schilderijen. De meest bekende schilder van Vanitas-schilderijen in de 17e eeuw was Willem Claeszoon Heda. Je zou hem de Rembrandt van de Vanitas-stillevens kunnen noemen. Willem Claeszoon Heda was gespecialiseerd in het maken van deze schilderijen. Op dit schilderij zie je een lege kandelaar en het doodshoofd. Daarvan hebben we de betekenis net bekeken. En je ziet ook een paar andere Vanitas-symbolen. Bijvoorbeeld een leeg wijnglas. Om te illustreren dat het een leeg glas heeft Heda het glas op zijn kop geschilderd. Wat betekent zo'n leeg glas in een Vanitas-stilleven? Zo'n glas is bedoeld om bier of wijn uit te drinken. Wanneer het glas gevuld is, staat het symbool voor leven. De drank staat voor de geest, het glas staat voor het lichaam. De Engelse benaming voor een alcoholische drank is spirit. Spirit betekent ook geest. Wanneer drank en glas gescheiden zijn, zijn lichaam en geest gescheiden. Dus dood. Hetzelfde geldt voor gloeiende kooltjes in een koperen schaaltje. Je kunt dat vergelijken met de kandelaar en de kaars met de vlam. Zolang er vuur is in de kooltjes, zolang de kooltjes gloeien, is er leven. Wanneer de kooltjes gedoofd zijn, wanneer het vuur uit de kooltjes is, is dat symbool voor de dood. Elk Vanitas-schilderij is steeds een variatie op ditzelfde thema. En alle op het stilleven schilderij afgebeelde voorwerpen zijn indirect of direct een verwijzing naar de tijdelijkheid van leven en een waarschuwing tegen ijdelheid en leegheid. Een speciale categorie van Vanitas-stillevens zijn de bloemstillevens. Een bos bloemen is in eerste instantie natuurlijk een heel decoratief onderwerp. Dat zag men ook in de 17e eeuw. Maar een schilderij van een bos bloemen had ook, net als de Vanitas-stillevens, diezelfde verborgen Vanitas-boodschap tegen ijdelheid en waarschuwen voor vergankelijkheid, eindigheid van leven. Bloemen waren in de 17e eeuw waanzinnig kostbaar. Een bos bloemen, zoals op dit schilderij, kun je ook zien als metafoor voor rijkdom en welvaart. Maar de schoonheid van een bloem is tijdelijk en vergankelijk. Net als een mensenleven en aardse rijkdom. Dus naast het decoratieve aspect van een schilderij van een mooie bos bloemen, draagt een bloemstilleven ook diezelfde memento mori boodschap. De tulp was in de 17e eeuw in de Nederlanden de meest bijzondere en meest kostbare bloem. De tulp is door VOC-handelaren vanuit Turkije naar de Nederlanden gebracht. Rond het jaar 1634 ontstond er rondom de tulp in de Nederlanden een enorme hype. De tulp werd in korte tijd zo populair dat men extreem hoge bedragen ging betalen voor tulpenbollen. Door speculatie werd de prijs van een tulpenbol zo opgedreven dat één tulpenbol evenveel waard was als een Amsterdams grachtenpand. Deze hype rond de tulp wordt aangeduid met de tulpenmanie. De tulpengekte betekent dat eigenlijk. Dit schilderij van Hendrik Post toont die tulpenmanie in de vorm van een allegorie. Het schilderij heet Flora's Malle Wagen.
Flora was de Romeinse godin van de lente en de bloemen. Je ziet haar hier boven op deze zeilwagen zitten. In haar hand heeft ze bosjes tulpen. Het schilderij is een allegorie, dus een symbolische voorstelling. In de wagen zitten mannen met narrenkappen op hun hoofd en in plaats van horens dragen ze tulpen op hun kap. Zij staan symbool voor de verkopers van de tulpenbollen. De gewone burgers, die heel graag zo'n exclusieve tulpenbol willen kopen om daar ook geld mee te verdienen, rennen als gekken achter de zeilwagen aan. De zeilwagen gaat voor de wind, dat kun je zien aan het zeil en de vlaggen. Dus de handel gaat vooralsnog goed, maar uiteindelijk zal de zeilwagen met een vaart de zee inrijden en ten onder gaan in de golven. En dat zie je hier gebeuren. Deze allegorie toont dus de gekte van de speculatie met de tulpenbol in de 17e eeuw en de catastrofe waar dat voor heel veel burgers uiteindelijk op uitliep. Als laatste thema in de Hollandse 17e eeuwse schilderkunst nog de zeegezichten. Voor de Nederlanden is de zeevaart altijd van groot belang geweest. En dat is het vandaag de dag nog steeds. Logisch dat scènes van Hollandse schepen op zee in die tijd ook populair waren. In de 17e eeuw was er veel belangstelling voor schilderijen van beroemde zeeschepen en belangrijke gebeurtenissen op zee. In de 17e eeuw waren er schilders die gespecialiseerd waren in het portretteren van belangrijke schepen en het schilderen van scènes op zee. Hier zie je van de zeeschilder Willem van de Velde het schilderij De Gouden Leeuw op het IJ. De Gouden Leeuw, dat is dit schip, dat was het vlaggenschip van Cornelis Tromp. En op de achtergrond zie je hier Amsterdam met de toren van de Nieuwe Kerk. Een ander voorbeeld, hier zie je Hollandse fregatten. Fregatten, dit is een fregat, dat zijn kleine oorlogsschepen. En schepen voor de kust van Vlissingen. En hier zie je een schilderij van de Haarlemse schilder Hendrik Vroom met een overzicht van de haven van Amsterdam. Als je kijkt naar al die Hollandse zeeschilderijen, wordt snel duidelijk dat de Hollanders in de 17e eeuw heel trots waren op hun zeevaarttraditie. Je ziet eigenlijk op alle schepen op deze zeeschilderijen trots de Hollandse vlag wapperen.